Beste mensen van het schoolleven, mijn naam is Dardro, welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag zijn we weer in de serie Dardro gaat fast, want Dardro gaat vandaag fast in deze geweldige Mercedes A35 AMG. We hebben deze wagen ter beschikking gekregen van de Mercedes Garage Groep Jan in Hasselt. Dikke merci daarvoor, blauwe duimpjes omhoog, laat weten in de reacties wat jullie van deze serie vinden, want ik geniet er alvast enorm van. Dikke merci nogmaals, want Dardro gaat fast! Dat is een raket, man. Holy moly. Jongens en meisjes, deze is insane. Deze is insane. Oké, dus stel je even voor aan de kijkers, want die kennen jullie nog niet. Ik ben Frederik. Vroeger bij Mercedes gewerkt. Vandaar ook dat we vandaag deze auto kunnen gebruiken in Dardro een serie. Dikke merci. Altijd verkoper geweest. En ik zit er eigenlijk bij voor spek en bonen. Want ik mag gewoon wat uitleg geven over de auto. Oké, geef dan maar wat uitleg over de auto. We hebben een A35 mee vandaag. Spijtig genoeg hadden ze op deze moment geen A45S meer. Maar dat zal binnenkort waarschijnlijk nog wel komen. Dus die gaan we binnenkort ook kunnen fixen. Voor de rest over deze, ja, 4-wiel aangedreven, 306 pk. 2 liter motor, maar voor een 2 liter te zijn, bangelijk geluid. Naar inschrijving toe is dat natuurlijk wel iets interessanter. Een 3 liter. Maar een kart, hè. Dat is het voornaamste gevoel van deze auto. Je mag die in een bocht smijten, hoe hard dat je wilt. Je gaat er altijd positief uitkomen. Dat is inderdaad wel wauw. Ook de binnenkant, kijk eens, hebben we al beelden gezien. Ja. Dat is gewoon insane. Hè? Ik ga ze nu nog eens laten zien, de beelden. Dat is gewoon geweldig. Hè? Als je die lampjes en zo ziet, nu is het wel licht. We zullen straks nog een keer filmen in het donker, maar dat is gewoon insane. Dat is eigenlijk precies een cockpit. Oké, even. Zonnewering naar beneden. Dat zat er ook op de wagen. Ja, dat heeft hem nog net. Nee, het is echt wel wauw. Ja. En vermogen? 306 pk. Koppel weet ik niet op mijn hoofd, maar dat gaat iets in de 400 staan. Maar je hebt het zelf ook net gevoeld samen. Ja, het is gecombineerd met die Lounge Control Sport Plus setting is dat een beest. Rivaal van de Golf R vooral eigenlijk, maar hij gaat er wel net iets boven. Hij gaat er net boven, oké. Qua interieur vind ik hem sowieso wel beter als Volkswagen. Mercedes is niet meer de oude Pompa-wagen. Ja, vroeger was dat zo. Pompa-Mercedes zijn er inderdaad uitgegaan. Een hele sportieve nieuwe look dat ze zijn voorgegaan. Wat ik alleen maar kan ondersteunen, uiteraard. En jong ook, hè? Het is echt een jong interieur. Hè? Het nodigt ook uit om te kopen. Ook de volledig digitale schermen ook. Dat is iets wat je toch nog niet. En zeker ook in die resolutie, want ik heb al digitale schermen gezien waar dat niet zo helder is als hier. Dit is dat is af, hè. Dat is precies een computer, hè? Ook als je dat bedient en zo. Dat is en je hebt ook de Hey Mercedes. Je kunt er ook tegen praten, effectief. We hebben dat nu wel even afstaan voor de video op te nemen. Zullen we het even aan zijn? Dan gaan we zo eens praten tegen de auto. Voilà. Je kunt echt vragen van, stel nu als je een route zegt bijvoorbeeld, je gaat op reis, je gaat naar Spanje of naar Italië, weet ik voor wat, kun je gewoon ginder vragen. Allee, je kunt al vragen op voorhand, wat is het weer ginder? Hebben we ginder een paraplu nodig? Eigenlijk zoals een Siri van een iPhone. Ja. Dus het gaat heel ver, het gaat heel ver. Ja. Mooi. En de prijskaartje van deze wagen, hoe die eigenlijk in deze staat, wat hier rond de 50.000. Rond de 50.000 euro. Ja. Nieuw uit de garage, uiteraard. Ja,
Dat is veel geld natuurlijk, als je liefhebber bent van Mercedes en van een sportieve wagen, dan moet er iets voor over. Het is een hobby als een ja, ander. Ja, maar aan de andere kant, als je gaat kijken voor een gewone A-klas of een gewone 1-reeks of een gewone A3, zet je ook gemakkelijk 35.000 euro kwijt. Hè. Ja, dus uiteindelijk valt het nog valt wel mee. Valt het nog dan. Goed mee, hè? Eigenlijk wel. Maar voor de rest is het echt wel een bangelijke machine, man. Ja. Ja, we hebben wel natuurlijk vandaag de opvalkleur meegekregen. Gewoon veel naar geel, gewoon knalgeel. Dat we zeker niet mochten geflitst worden. Ja. Wat de opper! Hoppa! Worden beschoten! Hup! Wat ik ook wel merk aan deze wagen is dat hij redelijk goed is geïsoleerd. Dus je hoort niet zoveel van de buitenkant. Nee. Dat is positief, vind ik. Ja. Als je wat zo eruit naar beneden hoort hem kletteren. Ja, dat is nu een klein detail, maar bijvoorbeeld de spiegels die staan op de deur en niet op die hoek hier zo. Ah, ja. Puur omwille van het windgeluid op de autostrade. Ja. Hey. Ja. Eigenlijk ja, nu dat je dat zegt, die spiegels staan dichterbij. Ja, ja. Ze hebben die op de deur effectief gezet, omdat het, als ze het zetten waar je het normaal zou zetten, zou het meer windgeluid veroorzaken op de autostrade. Oh, mooi man. Dus naar afwerking toe is het ook zeer hoogstaand. Hè. Allee, je betaalt wel een prijs, maar er zit wel kwaliteit aan verbonden. Zeker. Wat ik ook merk nu is dat hier ook een speaker zit langs de passagierskant, zowel links als rechts. Ik denk net dat bij veel wagens is. De meeste zitten in de middenconsole. Inderdaad, ja, inderdaad. Klopt. Dat is ook wel positief. Dus ik denk als je met deze wagen gaat bellen, dat die kwaliteit ook veel beter is. Inderdaad. Wat ik ook heel belangrijk vind, zeker als je zo'n handsfree kit hebt, als je het aanbiedt, zorg dat het in orde is. Ja. Het gang is het. Hè? Wat was dat dit? Ja, dat was de nee Mercedes. Soms, ah, echt? Ja. Allee, jongen. Mercedes zeg. Hey, zeg het maar alstublieft. Ja. Ik heb honger. Wat zegt u? Dat ik honger heb. Kies alstublieft een item. Oh. Bistro wat? Anneke. Selecteer een bestemming door het overeenkomstige nummer, de naam of het adres te zeggen. U kunt naar een record navigeren of een record opbellen of opslaan. Wat wilt u doen? Bistro Sint Anneke. Wat wilt u als volgende doen? Navigeren, Mercedes. Wat zegt u? Navigeren. Dat is een vrouw uit de lus. Ik bereken de route. Voilà. Ja, je moet het drie keer zeggen. Ja, maar dat is een vrouw ook. Dat is meestal tegen een vrouw. Dat is drie keer zeggen en dan uiteindelijk snappen ze het nog. Ja. Ja. Ah, en dat is ook wel iets cool. Dus ze gebruiken augmented reality in de GPS. What? Ja, dus zelfs gaan hier pijltjes op het scherm komen. Wacht, wow. Deze moet ik filmen. Sorry, kijk eens met mijn andere camera. Dat is insane. Dit is insane. Meent je dat serieus? Ja, dus dat is met augmented reality. En dan zelfs als we moeten afslaan, dan gaat hem zeggen met pijltjes van hier moet je naartoe. Dus die camera, waar zit die camera dan op de wagen? Op de... Van voor, die zit hier van voor in de voren. Dus je ziet hier, nu zegt hem hier afslaan. Ik had hem direct nog een keer kunnen zien, zo. Voilà. Allee, joh. Straf, hè? Dat is insane. Maar toch niet veel merken hebben zo. Ik denk in premium segment, Audi, BMW, Mercedes begint dat meer en meer op te komen. Ja. Nu, Mercedes was wel de eerste, BMW heeft dat nu ook ondertussen. Hey, BMW. Ik wil iets voor je doen. Ja, maar het is goed, dat is omdat ik Mercedes zeg. En nog eens. Maar Mercedes is daar als eerste mee begonnen. Ja! Ik ken het dus! Allee! Opnieuw! Kut! Loopers! Allee! Oké, opnieuw! Dus? Mercedes is al een beetje een gul, hè? Oké, een bril, ja. En daarna is BMW gekomen. Ik weet niet, Audi volg ik niet zo. Ik ben persoonlijk niet zo'n fan van Audi. Iedereen zijn meningen, iedereen zijn smaak. Ja, weet je, dat is soms met een merk dat u dan niet kan bekoren. Ja, gelukkig, hè, als iedereen hetzelfde wordt, voilà, inderdaad. Dat was een saaie wereld. Hè, dus. Maar ik heb het meer voor achterwiel aangedreven auto's. Ja. Maar BMW hebben motion, het alleszins nu ook. Dit is een 4Motion, dus dat is wel... Ja, ja, minder. Maar het is natuurlijk, dit plakt wel. Hè. Ja, dat merk je wel. Achterwiel aangedreven. Oei, Sint-Anneken is weg. Oeh, amai!
dan zullen we maar gas geven. Hè. Mercedes? Zegt u het maar. Sint-Anneke is weg! Hallo Mercedes. Zegt u het maar. Ik heb het warm. Ik zet de temperatuur aan bestuurderszijde op 21 graden. Zullen we ons hier even zetten misschien? Dat is goed, goed. Een parkingsje of zo. Allee, Sint-Anneke zeg. Sint-Anneke toe. Check je. En wat bij Mercedes ook altijd is, besturing van een automaat aan het stuur. Ja, dat is bij Tesla ook zo. Dat zorgt ervoor dat je meer plaats hebt op je middenconsole. Ik vind dat beter ook. Dat werkt ook sneller. Je zit sneller weg. Je moet je handen niet van het stuur afdoen, ook niet. Want volgens de wet schrijft het voor dat je ten alle tijde met twee handen aan het stuur moet zitten. Ja, ja. Dus dan is dat niet meer als normaal aan het stuur staan. Zo mooi. Oké, park. Your turn. Mooi man. Ik kan helemaal wisselen. Oké. Dus. Gewoon dus. Zo. Drijf eens naar beneden neem ik aan. Yep. Dat is park. Ja, je moet doorduwen, hè. Je zet hem achteruit. Ja, het komt er hier op, hè. Ah ja, maar hier zit de blauwe P nog van dat er nog in het park staat. Ah ja. Dat ik vastgeef eigenlijk. Ja. Oké. Nee, die P moet eigenlijk zeggen, het is die P dat je zoekt. Ja. Maar die P wil eigenlijk zeggen, als jij nu traag verder rijdt, gaat hem een parkeerplaats zoeken. Dus zowel links als rechts en zowel parallel als gewoon inrijden, gaat hem kunnen detecteren. Van het moment dat hem dat aangeeft, ga je hier op je knop kunnen duwen en gaat hem automatisch kunnen inparkeren. En parkeert het automatisch in? Hij parkeert automatisch in, ja. Dat kan toch niet. Oké. Dan zijn we weg. Hallo Mercedes. Zeg het maar alstublieft. Zet de stoelverwarming aan de passagierskant uit. Ik schakel de stoelverwarming van de passagiersstoel in. Ja. Hallo Mercedes. Zegt. Oei. Wat wilt u doen? Niks. Zwicht. Dat kan niet. Dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Ik moet wacht hè. Moet ik de wijs opzetten? Ja, maar als je er neffen zit, is het toch altijd zo'n beetje. Dat is anders dan, hè? Dat is te veel normaal. Die zetels zitten ook echt zalig, hè? Dat is een raket, hè? Dat is zalig, hè? Maar je voelt de wagen ook mooi aan, vind ik. Vind ja, wel leuk. Ja, ja, ja. Voelt hem goed aan. En weet, dat is zo hard. Maar alleen niet te hard. Het is goed, ja. Het is ideaal, maar je kunt altijd, je wilt altijd sneller. Je kunt ook altijd sneller. En dat is, weet je wat dat is? Hè? Allee, ik heb bij Mercedes gewerkt als verkoper. Ik heb met heel veel auto's gereden. Ik heb met auto's van 640 pk gereden. Mm-hmm. Je raakt dan alles gewend. Ja, ja, je raakt dan alles gewend. Dat bedoel ik. En als je dan van die 640 in een Dat je nu van 6 seconden naar 100 gaat, of je gaat van 3 seconden naar 100. Uiteindelijk, als je daar een dag mee op de baan zet, of een week mee op de baan zet, zal ik zeggen. Je raakt dan alles gewend. Ja, inderdaad. Maar het ding is, ja, natuurlijk, één keer als je zo aan die 3 seconden naar 100 hebt gezeten, dat is wel een heel extreem gevoel. Dat is zelfs met een computer. Hè. Ja. Ja, alle twee gamers. En wanneer dat je goede kwaliteit gewoon bent, wil je niet meer minder gaan spelen. Hè. Dat is ja, voilà, dat is ook zo. Maar je bent ook de persoon die ik wil altijd verbeteren. Dus dat is bij mij ook een gevaar. Ja. Ook zo'n vlak is dat wel een gevaar. Ik wil altijd verbeteren. Dan begon met een 1.6 TDI, dus het is makkelijk om te verbeteren. Dat is al positief. Ja, je hebt nog marge. Ik heb nog marge. Ik kan nog niet te zot gaan doen. Bij mij is die marge al iets lager. Ja, voilà. Ik vind het belangrijk dat een auto, voor mij hoeft die niet per se snel te zijn, comfort. Maar die moet goed door de bocht gaan. Comfort gewoon, een goede wagen. Wauw, nee, voor mij mag dat echt pikkelhard zijn. Ja? Echt pikkelhard, zo hard mogelijk. Ja. Ja. Deze rijdt wel wat harder, maar stoort dus niet. Ja, dit noem ik nog niet hard. Ik heb, met een GTR Pro gereden. Ja? Geen Nissan GTR. Nee. Mercedes GTR Pro. Ja. Absurde wagen, beenhard, maar echt, ja, precies op, dat je op de grond zit, zo hard. Zotte. Ja, rolkooi erin van achter, echt een zotte wagen. Dat
Ik zei insane. Als je zelf niet achter het stuur zit, jong. Dat is dat vies, hè? Maar rustig, man. Ik kan nooit iets doen, maar dat ik zelf niet meer. Nee, natuurlijk. Is dat? Juist de goede moment. Juist de goede moment. Je hebt wel zotten eigenlijk, hè? Ja, ik ga die om moeten gaan. Maar weet je, ik ben ook geen aardige chauffeur, hè? Maar ik weet, je weet van je eigen wat dat je kunt. En wat een auto kan, dat is belangrijk. Ja. Ja. Flikken zijn weg. Ik zie dat je hier in SMS staat en dan zo voorbij schiet en zo. Ja. Dat is Brits, hè. En dan kom ik met Frank pakken, dat is zo. Zie dat je hier net aan dat buskot staat dat je teken kunt doen met zo'n auto afkomen. Het was gewoon weer, man. Dat werd geluk. Echt chic, jong. Zie dat matteke, joh. Wat, hè? Dat matteke. Oh, ja. Normaal. Ait. Ga draaien, hè. Toppie. De sleutels. Je hebt in een weg. Ik ga niet ver rijden. Je lokt dan niet weg, nee? Nee, ja, weg misschien wel, maar niet. Kijk, even draaien. Gezien dit! Allee, joh. Ik ga hem er even achterin stoten. Camera rijden is toch anders, hè? Ik ben gewoon van elk op sensoren te rijden, dan is de camera echt wel anders. Oei. Echt insane. Ik kan dat niet anders verwoorden. Dat is een machine, dat is automatisch ook. Dat is wauw, hè. Dat is wauw, hè. Oh, nee, joh. Dat bestaat zoiets. De launch control moet ik zelf nog een keer testen, heb ik nog niet getest. Doe dat wel, is dat beet. Gewoon een rem vol, maar echt naar beneden induwen. Mm-hmm. Dan even gaas inhouden, dan gaat erop komen, rem lossen. En dan gewoon loslaten, een rem. Dat is echt... Ah, dat is niet op een knopje duwen. Nee, dat is heel simpel. Dus volledige rem naar beneden duwen. Ja, met de linkervoet, hè. Linkervoet, hè. Met de linkervoet de rem induwen. Nee, het is al helemaal niet geduwd. Hold, staat hold op. Ja, maar je moet voor launch control nu uw gas. Harder. Ja. Oh. Nice. Holy moly. Hoe easy is het eigenlijk gemaakt? Ja. Hoe easy is het eigenlijk gemaakt?
Allee, dan denkt hij, je geeft de jongens een keer een snelle auto mee. Waar staan we? In de straat. Geen daardoor te zien. Waar zitten we eigenlijk? Oh, kijk eens wie we daar hebben. Eindelijk, volgens mij te maar van genoten. Dat kan niet anders zijn. Ongelooflijk, jongen. Dikke merci voor hem te regelen. Samen met de Mercedes Garage in Hasselt. Groep Jan, dikke merci daarvoor. Voor deze wagen enkele uren om ons uit te lenen. Om ons even gaan te amuseren op die geweldige Belgische wegen. En vervolgens ook een mooie review te doen van deze wagen. Want het is een prachtige wagen. De Mercedes A35. Dikke merci daarvoor. Dus blauwe duimpjes omhoog. Beste kijkers. Ik ga je nog een Red Bullje geven. Mijn sponsor, alsjeblieft. Hè. Dikke merci, jongen. Dat was niks, een speciale reden dat je een Zero hebt gekozen. Nee. Hoezo? Er mag een beetje op. Nee, maat. Nee. Maar geniet ervan. Geniet super, ervan. Merci, jongen. Geniet ervan. Nee, jongen. Dan gaan wij hier gewoon de vlog afsluiten. De vlog, wat zeg ik? De video afsluiten. De dag gaat fast serie. Jongens en meisjes, blauwe duimpjes omhoog. Laat weten in de reacties wat we ervan vinden. Want dat is heel belangrijk voor de toekomst van serie 2 misschien. Want die komt er misschien nog wel aan. Bij deze. We gaan nog eens shot doen. Hoi. Flink de bijzet. En jeejoe. Hoppa. Insane, jongen!